Bert Steltenbol, kende jij het overwinningslied van VVSB? Ja, dat is me gelijk verteld op trainingskamp. Ja, de Ro in ieder geval. Ja, Kees de Ro. Kees de Ro, ja, ik kende hem, ja. Nog een andere vraagje, hou jij van vis? Ik ben wel een visliefhebber, ja. Ja, ik kom uit al die vissersdorpen, dus het zou raar zijn, dan zou ik het niet zijn. Heb je de weddenschap gehoord met je trainer? Ik weet niet of je het gehoord hebt, 11 punten uit 5 wedstrijden. Dan gaat die vis voor jullie bakken. Jullie zijn goed begonnen. Ja, goed. En houdt een warme worst voor, of een warme vis in dit geval, dan gaan we wel hoor. Dat zag je wel vandaag. Ja, want uiteindelijk 3-1 tegen Excelsior 31. Wat ik ervan gezien heb, ik vond het eigenlijk wel vrij makkelijk. De score viel nog in dat geval best wel mee. Ja, ik denk dat dat een beetje het verhaal van het seizoen is. Ik heb wel begrepen dat VVSB wel meer wedstrijden eigenlijk de bovenliggende partij zijn, maar toch verliest. En eigenlijk, de eerste helft hadden we gewoon 4 kunnen maken. Echt, als we een beetje meer geluk hadden, dan gaan die ballen er gewoon in. Waaronder jij, hè? Ik, Feliciano, Mo had volgens mij nog een goede kans. Ja. En de tweede helft, dan maak je uiteindelijk die tweede. Dan heb je daarna nog een paar kansen. En dan valt je niet in. En dan zomaar een corner die je weer ingaat. Ze hebben geen kans gehad nog. En dan gaat een corner erin. Nou, dan denk je wel van het zal toch niet. Maar goed, de rug rechten en we gaan. En toen kregen we nog weer een paar kansen. Gaan er weer niet in. Nou, ja, dan denk je echt van het zal toch niet. Maar ja, iedereen bleef gewoon strijden. En voor elke meter. En we hebben eigenlijk weinig nog weggegeven daarna. En ja, dan gelukkig van die 3-1 ook nog. Want hoe lekker is dat voor jou persoonlijk? Hè? Vorige week, ik heb gelezen, mis je ook een kans op de 1-0 bij Jong Almere. Nu maak je wel een treffer, nieuw bij VVSB. Hoe prettig is dat voor je? Ja, dat is hartstikke prettig natuurlijk. Kijk, ik vind het al lang al lekker dat ik nou 2 keer 90 minuten weer heb gespeeld. Dat is ook al een tijd terug. En nou eigenlijk, als je zo het spel kijkt, de ballen gaan veel over de zijkanten. En ze zoeken me ook met die lange ballen. Dat zie je in erachter bewegen. Ja, ik vind het gewoon heerlijk. En je merkt gewoon, die kansen gaan er nu niet in. Maar ik weet zeker, als ik nog meer minuten in mijn benen krijg, dat die kansen er wel gewoon in vliegen. Want in wat voor ploeg ben jij terechtgekomen? In een hele gezellige ploeg. Ja, nee, ja goed, ik kan het niet anders zeggen. Ik kwam op trainingskamp en ik ben heel goed ontvangen. Leuke jongens. En eigenlijk is het niveau ook gewoon prima. Het is, er zit een idee achter. En technische jongens op het middenveld, goede buitenspelers. Ja, verdediging staat goed. Ja, eigenlijk is er niks op aan te merken. Ik sta er echt van te kijken dat de ploeg zo laag staat. Ja, precies. Op het moment dat jij binnenkomt, hebben ze 5 keer achter elkaar verloren. Merkt hij dat ook aan de ploeg? Een beetje gebrek aan zelfvertrouwen bijvoorbeeld? Ja, op zich. Ja, dan merk je dat. Ja, het is lastig te zeggen na zo weinig minuten dat ik eigenlijk met deze jongens heb gespeeld. Kijk, zoals ik dat vandaag zie, dan zie je gewoon druk zetten vanuit de middenlijn. Op zich ging dat vrij aardig. Ik vond wel dat ze nog veel ruimte kregen. Alleen je ziet wel dat ze gewoon strijden voor elke meter. En we geven niks weg eigenlijk. Kijk, die dode spelmomenten, dat was al bekend bij mij. Dat ze die veel tegenkregen. Nou, vandaag weer het geval. Dan gaan we gewoon op trainen. En al zorgen we dat ze niet meer via de dode spelmomenten ingaan. Dan zie ik dat wel goed komen, die vis. Ja, want in dat geval hebben jullie natuurlijk 3 thuiswedstrijden achter elkaar. Hè? Volgens mij volgende week rust. Maar daarna Ajax, Te Leden. Zijn dat de wedstrijden waarin jullie echt ook de punten moeten pakken? We moeten gewoon 6 punten pakken, zeker die komende 2 wedstrijden. Thuis moet je gewoon winnen. En als ik naar de ranglijst kijk en deze ploeg. Ik ken Ajax nog van vorig jaar en Te Leden ken ik dat niet. Maar die verliest vandaag 8-0. Je moet gewoon 6 punten pakken, dat zit er gewoon in. En als we gewoon het kopje erbij houden, dan gaan we die 6 punten ook gewoon pakken. Nog een laatste vraag. Volgen je oud-ploeggenoten ook nog van de blauw-witte, zeg maar? Ja, ik krijg wel veel appies. Dat is wel leuk. Ja. Ook na alleen van vorige wedstrijd, 90 minuten, waren er wel een aantal die mij appies sturen van leuk voor je, lekker man. Ik zag dat je op de lat schoot. En, ik volg hun ook en volgen mij ook. Kijk, het is allemaal dicht bij elkaar, die zo in de bollen streken. Dus dat komt wel goed. Quick Boys vandaag ook met 1-3 gewonnen. Maakt dat jouw dag helemaal compleet? Nou ja, dat vind ik leuk. Ja, super. Leuk voor die jongens. Een lange reis en dat je een 1-3 winnen. Stop. Een gezellige busreis. Zo is dat. Dankjewel. Yes, is goed. Top.